Het Nationaal Archief Suriname, NAS, heeft voor het cursusjaar 2016-2017 van de documentaire informatievoorziening DIF 1 opleiding 43 geslaagden afgevaardigd. Hiermee is het aantal personen met een DIF 1 diploma gestegen naar 191. U heeft een cruciale rol te vervullen om de kwaliteit van het documentaire informatievoorziening te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan effectief en efficiënt archiefbeheer op uw ministerie. De afdeling DIF kan worden beschouwd als de slagader van de organisatie. Een slagader die loopt door alle onderdelen van uw organisatie. U bent degene die ervoor zorgt. We dragen dat de flow van de documenten vlot verloopt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot taak de medewerkers van de afdeling DIF van de overheidsorganen toe te rusten met de nodige competenties op het gebied van informatievoorziening. In dit kader noem ik het project het opstellen van selectielijsten ter behoeve van overheidsorganen dat als doel heeft de archieven te ordenen en toegankelijk te maken waarna die overgebracht kunnen worden naar het NAS. De achterstand die de overheidsorganen hebben in de overbrenging van archieven kan worden ingelopen indien de overheidsorganen de wettelijke voorschriften met betrekking tot overbrenging van archieven naar het Nationaal Archief in acht nemen. Helaas moet ik constateren dat niet alle ministeries hun projectplan hebben ingediend vanwege diverse redenen. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie houdt in het kader van de landelijke ordening van het openbaar vervoer een herregistratie van de particuliere lijnbussen. We zijn begonnen met de herregistratie, omdat gebleken is dat we tenminste één valse vergunning hebben ontdekt. Mensen rijden met vervallen vergunningen, anderen rijden met briefjes. En het ligt in de bedoeling dat we iedereen met een busvergunning rijden die geldig is. En als mensen rijden, als je ontdekt dat je dus iemand hebt die rijdt met een valse vergunning, dan ben je gewoon genoeg te denken van is dat wel de enige. Dus de zaak is wel voorgegaan naar de rechter. En betrokkenen moest dan de subsidie die hij gedurende die periode heeft ontvangen, moest hij terugstorten. Dat was de eis van de rechter. En op grond daarvan is er 30.000 aan subsidie teruggestort door deze vergunninghouder. Naast de valse documenten blijkt dat administratief niet alles van de particuliere lijnbushoudersorganisatie, PLO, klopt. Deze zijn belast met de uitbetaling van subsidies aan de bushouders. Daarnaast is ook gebleken dat het totaalbestand dat ik kreeg van het openbaar vervoer niet klopte met het bestand van PLO waar er uitbetaald wordt. Dan heb je een probleem. Dus in het kader daarvan hebben we gedacht, weet je wat, laten we dan een herregistratie houden, waardoor we dus alle dossiers in orde maken en dan verder overgaan tot de orde van de dag. Voor een herregistratie moeten de bushouders en of buschauffeurs die nodige documenten meenemen. Kopie van het rijbewijs, kopie van je kopie en origineel verzekering, kopie origineel keuring, kopie en origineel vergunning, geldige vergunning. Sommige mensen, laat me ervan zeggen, sommige mensen hebben nog strookjes waarmee ze rijden. Dat is totaal verboden, maar al die bushouders moeten zich hier aanmelden. Dan kunnen we kijken waar aan het ligt dat betrokkenen nog geen beschikking heeft. En dat wordt onmiddellijk gemaakt. Zo'n bushouder wordt niet teruggestuurd. Wij hebben een lijst dat wij dus aanleggen van al de mensen die dus met een voorlopig bewijs rijden. Want voorheen kon men rijden met een bewijs van openbaar vervoer. Dat heb ik gelijk gestopt omdat het een chaos is. Iedereen rijdt met een formulier en anderen rijden met een beschikking. Het is in de wet aangegeven dat je met een busvergunning moet rijden.
Deze herregistratie is aan een bepaalde periode verbonden. Belangrijk te vermelden is dat er geen sprake zal zijn van een andere periode voor herregistratie. Deze registratie is tot en met 7 juni. We hebben dus voor elk traject een bepaalde dag uitgegeven. En het gaat ook alfabet, dus waardoor je dus die drukte niet gelijk in één keer hebt aan het loket. En verder heb ik nu ook, dus kijk, er is nog een kleine drukte. En daarom spelen we. En we zetten nog 2 medewerkers bij, waardoor mensen snel geholpen kunnen worden. Want het moet niet zo zijn dat de buschauffeurs hier een halve dag komen werken, komen staan. Het is niet de bedoeling, het zijn ondernemers, ze moeten hun geld verdienen, ze moeten hun gezin verzorgen. Dus wij zeggen van, weet je wat, we zetten extra mensen in, zodat deze verlening vlotter verloopt. Dus zoals u daar net zag, wordt alles direct ingevoerd. Dat wordt die lijst wordt meegenomen naar openbaar vervoer. Hetzelfde team dat hier bezig is, we gaan geen andere mensen nemen, maar dat team dat nu bezig is, die gaat dan alle dossiers doorlichten. Kijken of alles klopt zoals aangegeven. Dat is het nadruk op dit moment. Jairzinho Rozenstruik, meer bekend als Biggie Boy, heeft in een kennismakingsbezoek met minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken zijn visie gedeeld. Biggie Boy is een professionele Muay Thai en Mixed Martial Arts, MMA, vechter voor Suriname die onder andere 8 wereldtitels gewonnen heeft en maakt thans furoren met het onderdeel Mixed Martial Arts. De kampioen zegt ook veel te willen doen om de Surinaamse jeugd beter te betrekken bij deze tak van sport en heeft reeds projecten op papier welke tot uitvoering gebracht moeten worden. Door middel van training kan er veel meer bereikt worden binnen de gevechtsport voor Suriname, zowel nationaal als internationaal. Hiervoor is hij bereid zijn bijdrage te leveren. De minister gaf verder aan altijd open te staan voor ondersteuning aan sporters die zich op deze wijze voor Suriname inspannen en profileren, rekening houdende met de beschikbare mogelijkheden van het ministerie. Op 9 juni aanstaande zal Jairzinho Biggie Boy Rozenstruik Suriname vertegenwoordigen in Duitsland, waarbij er gevochten zal worden voor een wereldtitel tegen de Duitser Michael Smolik.